Sint Antonius van Paduakerk. We kennen meerdere Antonius van Paduakerken. Deze staat in Winsen. De kerk is vernoemd naar Antonius van Padua. Dat was een Franciscaan. Hij stierf in 1231. Een jaar later werd hij heilig verklaard. Deze katholieke kerk komt uit 1938 en is gebouwd in de stijl van de Delftse school. Een wat soberder stijl met vooral veel baksteen. De kerk kwam ter vervanging van een andere kerk die 100 meter verderop stond. Daar is alleen de kerktoren nog van over. Die kerktoren stamt uit de 15e eeuw. Het schip wat daarbij hoorde werd afgebroken omdat de kerk te klein was. De nieuwe kerk bouwde men in 1863 tegen de oude kerktoren. Toen ook deze kerk te weinig ruimte bood, werd die in 1940 afgebroken. Alleen de oude kerktoren bleef dus overeind. Bijzonder is dat de grote kerkklok in deze toren geschonken is door Willem Jozef van Gent, geboren op 14 mei 1626 in Winsen. In 1667 was van Gent dé man van de tocht naar Chatham. Dit was de grootste maritieme overwinning die Nederland ooit tegen Engeland boekte. Nederland vernietigde vele Engelse oorlogsschepen en nam het Engelse vlaggenschip de HMS Royal Charles als trofee mee naar huis. Terug naar waar we waren. De Sint Antonius van Paduakerk in Winsen heeft in tegenstelling tot zijn voorganger geen echte toren. Wat je daarboven ziet, heet de dakruiter. Deze dakruiter heeft een prachtige wijzerplaat waarop voorbijgangers direct kunnen zien hoe laat het is. De bakstenen, die de buitenkant van de kerk domineren, zien we ook in talloze metselwerken binnen. Maar hoewel deze kerk dus pas in 1938 is gebouwd, is veel van wat je hier binnen ziet al veel ouder. Zo zijn de beelden en de preekstoel meegekomen uit de oude kerk. Deze komen uit de periode 1865 tot 1880. Opvallend en mooi zijn ook de drie hoge glas-in-loodramen in de koorsluiting. Deze zijn vervaardigd in 1960 door de Nijmeegse kunstenaar Heinz van Teeseling. Zo kwam ook het mechanische kerkorgel met 13 registers uit de vorige kerk. Het orgel, in 1844 gebouwd door orgelbouwer Smits uit Reek, is een rijksmonument. En, hoe klinkt het? MUZIEK